Nou, ik zit hier lekker buiten. Min 0. Het vriest. En ik heb gewoon een stevige nippel en een stevige ballen. Of stevige lippen. Ik heb pijn aan mijn prut nu, want het is koud. Mijn rol loopt er ook zo bij als het vriest. Ik vroeg haar net. En kijk, ik zit zo erbij. Ja, wat denk je dat zo erop komt? Je bent geen hoer, hè? Oh, ik ben geen hoer. Nee, ik ben geen hoer. Je hebt gedaan, ik kan ze niet show dit, dat. Ze komen het toch brengen, zei ze. We kunnen het helemaal niet. Dat is niet. Dit is Jeannette. Die kennen jullie ook nog wel van het filmpje van... Het filmpje staat er nog op. Big button, ik kan het niet. Hi Jeannette. Darling. Sweetie darling. Wil je een piercing of een tattoo? Ga even naar Jeannette, ze kan het heel goed. Ze heeft ook mijn piercing. Ze doet nog een leuke date. Een leuke vent van 85 die snel de pijpen dus van een miljoen heeft. Ja, alle hartfalen die er maar zijn. Alle hartkwalen erbij. Yeah. En psoriasis. Lekker gaan likken. Doe nog zo. Nee. Zoals je dat deed op het filmpje, doe je zo ruiken. Zo ja, dat was gisteren keileuk op een date. En, ja. Ja, ja, was dat leuk. Ja, ik had een imaginary friend. It's just an illusion. Oh, jij bent geweest bij, hoe heet die, Ali, Bombali? Of, Nee, Ali. Hoe dan? Oh ja. Najib, kijk, hoe je dat doet? Najib. Najib. Oh, trouwens, hier heb je 2 euro meer. Najib is de bomba. Najib is de bomba. Vertel eens, wat vind je de leukste grap van Najib? Ja, hij heeft geen leuke grap, maar hij is gewoon een leuke grap. Oh, jij wilt trucjes met hem doen, hè? Met de kerstgeides. Ja. Jeannette wil gewoon heel hard slagroom kloppen. Zo hard dat de slagroom komt. Squirt, squirt. Nou, dan kun je me een koffie, ja. Wat kost die koffie eigenlijk? Maar... Oh, 1 euro nee, dat is wel heel duur hoor, eigenlijk. Ik vind dat best wel duur, jij niet? Nee, ik ga de hele tijd mee filmen. Ja, dat vind ik leuk. Daar heb ik een pakje Senseo voor, weet je wel. Is het al betaald? Ja. Oké, okay, nou bedankt Jeannette voor de koffie. Dat is gratis, dus smaakt het beter. Wat een heksenkind, hè. Ik ga nu mijn koffie benuttigen. Dit is mijn koekje. What's up? Maar ik hoef geen koekje. Dat doe ik altijd in de tas, zoals het geval ik honger heb. Nederlander! En ik ben geen Nederlander. Ik ben een Neanderthaler. Of noem je dat? Neanderthaler. Ik heb een munster. Ik word een oase. Dat moest ik heren, dat moest ik niet horen. Een oase. Dat moest ik ook nog. Van Zwarte Piet. Zwarte Piet? Ja, aan de zin. Ik moet het wel eens schieten. Nee, ja, zo zei ik dat, hè. Toen waren de zwarte klieten toch bij ons. Oh, die waren bij mij aan de deur. Ik zo gegeven. Ik zeg, eigenlijk zou ik dat best wel willen doen. Ja, dan kun je geld mee verdienen, zegt ze zo. Ik zeg, ja, dan ben jij Santa Claus, want je hebt zo'n zwaar stem. Ben ik zwarte Piet. Waar je laat. Ik zeg, bedenk zo'n titel, hè. Wie is Santa Claus? Mag ik auditie doen bij je? Met mij? Ja, wat wil je doen dan? Doe maar even zingen. Hey Latino, Latino lover. Is dance with me. I don't know much about algebra, but I know 1 + 1 = 2. Negroes? Of bedoel je negroes? Equals me. Oh. Kijk eens wat ik heb. Laat maar vallen. Doe maar gewoon. Ga zelf bukken. Wil je mij opgaven? Ik heb pijn aan mijn kut. Ik heb Pina mijn kutje kent. Ik ken niet bukken, dan scheur ik zoete hechting erop. Gisteren was ik naar mijn brud aan het kijken, dacht ik dat allemaal maaien uithangen. Maar gewoon hechtingen draadjes. Ja? Ik met de spiegels en denk, wat is dit? Het waren het gewoon draadjes. What's up, gang? Getting money. Dit zijn lekkerste rietstitel zijn. Hey, waarom hebben ze hier geen terrasverwarmers? Wat is dat voor iets? Hadden ze eerst wel, hè? Waarom hebben ze niet? Ja, glad. Ga je dadelijk mijn kaartlezing filmen? Wil je dat? Ja. Als dat mag van die vrouw, wil ik dat wel doen, ja. Hi. Hallo. Tuurlijk. Ik wil sowieso ook wel wat filmen daar binnen, maar ik dacht, misschien mag dat wel niet. Ik zie allemaal geesten en zo. Dat is waar. Nou, ik heb vandaag oorbellen met veertjes erin. Ik ben benieuwd wie er deze week ook met deze oorbellen loopt. You know what I mean. Ja, ik weet het niet, maar... Ja, ik heb wel oh, had ze dat vertaald? Voor alles. Wij zijn origineel. Skulhendik! Toe! Toe!
Rust je ook tofu? Tofu! Wat ga je kijken? Wil je appel met gehak? Dan laat ik ook eens naar boven gaan. Appelhak. Oké, je hebt gewoon een joint hier op het terras. Stelk word je van het terras afgegooid. Ik heb kaart. Marjolein komt ook weer vaak van Venlo. Ja, klopt. Hoe gaat het met die uitgeneukte travestiet uit Amsterdam? Hoe gaat het daarmee? Ik weet niet, ik heb hem al de hele tijd niet meer gesproken, maar volgens die andere... Hij verdient goed en zo heb ik gehoord. Die trots op zijn, dat is een lul verkoopt voor geld. Hij gaat de kinderen de schoen willen, zie je? Ik ga laat als een verklaar muntjes. Wie klopt daar kinderen, wie klopt daar kinderen, zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, of een asielzoeker. Ik denk dat we dat met ja, dat is heel echt waar. Dat lijkt, hè? Ik ben steeds filmen. Lijken kunnen we van de week toch even naar ons laten komen en dan laten we die pet en dan laten we hem de schoen zetten. Bij ons, want ik denk niet dat wij en Tamara dat doen. Hoe gaat het met hun? Ik denk dat die dat vergeten, ja, wij en Tamara. Hoe gaat het met hun dan? Ja, goed. Wat is gisteren bij ons? Het gaat goed. Zijn ze al verhuisd? Want mijn moeder zei dat ze wat zochten. Nee, ze zijn doorgegaan met het huis. Ja. Want hadden ze gewoon in. Ja, maar nu is het niet meer zo dingen, woningrouw en zo. Doen ze niet meer, nee, hoor. Niet meer zo makkelijk. Niet. Als jij nou zegt, ja, ze wil bij nou, mij wonen, ik ga weg. Dan gaat niet, toch? Als die vent dat goed had gekeurd, die waar dat eigenlijk het huis had, dan was het doorgegaan. Ja. Maar nou gaan ze naar, ze willen een welkom nemen. Ach, wat is dat dan op de fiets? Is dat ding, hè? Ik krijg snel een huis. Welkom. Zij werkt ook wel hard, hè? Tamara werkt heel hard, Tamara werkt 40 uur in de week, ja. Ja, ze werkt bij mijn moeder. Maar ze heeft nog geen contract gekregen, zijn man. Heeft ze wel een contract? Wel, heeft ze pas gekregen. Ja, volgens mij heeft ze pas een gekregen. Dadelijk, als ik alles achter de rug heb, ga ik ook opleiding visagie doen. Of nagelstylist. Ik ken een goeie. Zodat ik dat thuis gewoon kan doen. Ik ken een goeie. Zizi. Dat moet echt een goeie zijn. Die doet ook met fotografen samenwerken. En, dat is interessant. Ja, maar dat weet je wat het is. Doe je visagie bedoel je? Ja, en die doet €40 heb je één cursus. Dan kun je ook echt... Eén cursus? Ik ga dan helemaal mee als je wil, ja. Hey, schat. Dan kan je met haar, gaat zij jou helemaal dingen zeggen wat bij jou het mooiste is. Ja, maar dat weet ik zelf ook wel. Ik weet dat ik mooi ben. Maar ik wil zelf mensen opmaken. Dan kunnen we die kleine kamer ervoor inrichten, maar dan kunnen we misschien ook wat erlangs erbij verkopen schoenen. Dus als ik ga trouwen en ik wil... Dan moet ik niet meer aan de dingen zitten natuurlijk. Nee, dan gaan we tassen kopen en een noise en zo. Verkopen die er ook meteen bij, toch? En andere dingetjes. En wie wil er niet door mij opgemaakt worden of door mij nagels laten zetten? Ik ga eerst alle... Wie? Oh. Snap out of it, girl. Snap out of it. Snap out of your dream. Ik zie me geen agenda. Nee. You know what it is, black and yellow. Maar je moet je gewoon je naam opbouwen. Kijk, als jij zegt... Ja, maar als ik één filmpje op YouTube zet waar ik zeg, ik doe dit, moet je eens kijken. Ik ken een meisje die doet travestieten. En het zijn gewoon mannen, die gaan gewoon s'avonds dan naar. Ja, ik ken dat, ja. Maar verdien je helemaal veel geld mee? Nou, hé, hallo. Je moet wel goede producten hebben. Ja, maar hallo. Je kan niet met shit aankomen van... Je kan niet met HEMA make-up aankomen ofzo. Nee, ik kan wel dat er eentje of een paar tussen zitten. We komen in crisistijd, man. Denk je dat mensen dan nog... Ja, maar als jij... Nou, bij de Douglas vraag is €15. Ja, maar stel, noem maar wat op. Daak. Nou ja, ik weet het niet. Dan zou ik dan langs moeten werken. Het ligt eraan hoeveel tijd je erin zit. Ik zou moeten gaan werken, want anders komen we toch niet eraan. Dan. Ik werk en niet thuis. Ik ga waarschijnlijk ook andere werk zoeken. Ga je niet meer met die tattoos en zo doen? Dan? Misschien gewoon één keer. Ben je erop uitgekeken een beetje? UWV is moeilijk en... Ja, vanwege die kijk, werk hun wouden mijn contract geven, net al in het begin gezegd. Mijn contract geven met de stop. Ja, want het gaat niks over. Nou, ik denk, ja, het is leuk. Mensen willen graag gesprekken mee hebben. Ja, dus ik ga nu beëindigen. En deze oorbellen. Ik zie ze misschien terug deze week, ergens in de straat. En deze lipgloss. Nou, toedeloe.